Matthäus 4. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde: Er staat ook geschreven: Stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan. Want er staat geschreven: Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem. Daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.